kijken naar een nieuwe video. Ik ga vandaag wat naked items unboxen. Er is namelijk echt een mega grote zak binnengekomen met naked items. Dus ja, laten we snel beginnen met de video. Ik heb nog een leuke kortingscode voor jullie. Want met deze kortingscode krijg je 20% korting op je order. Nou weet ik nog niet wat de kortingscode is op dit moment. Ik ga ervan uit dat het Delver 20 of Floor 20 wordt. Maar hij staat erin voor je in beeld. Dus bij deze, succes! Trouwens, die kortingscode is niet alleen geldig op de items die ik nu laat zien. Maar gewoon op de hele naked site. Dus helemaal top! Ik zou uiteraard zoals altijd weer de linkjes van deze items in de beschrijving zetten. De kortingscode zet ik daar ook bij in. Dus dan kun je het allemaal na de video terugzien in de beschrijving. En ja, laten we het snel gaan unboxen. Naked is dus echt een favoriete website van mij. Ik weet niet, ik vind die items echt zo leuk de afgelopen tijd. Er is ook zoveel keus. Dus ik kon uiteraard weer niet kiezen. Wel vind ik de maten soms wel een beetje lastig ofzo. Want voor broek heb ik altijd wel een 36. En eigenlijk voor topjes en zo normaal gesproken ook. Maar naked valt best wel groot. Dus ik twijfel heel vaak met jurkjes van moet ik nou een 34 doen of 36. Dus dat is altijd een beetje mijn struggle. Maar goed, we gaan snel beginnen. Als eerste heb ik een item waarvan ik niet kon wachten om het aan te trekken überhaupt. Dus ik heb hem al aangehad met mijn vaders verjaardag. Echt favoriete item. Ik heb ook super veel complimentjes over gekregen. Dit is echt een perfect zomerjurkje. Dit is namelijk het jurkje. Hoe schattig is die? Ja, dit, ik zeg trouwens altijd hij, maar het jurkje is een broderieachtig steltje. Ik vind het zo leuk. Hij heeft namelijk touwtjes waarmee je strakker kunt trekken. En zo blijft het dan ook zitten. Ja, ik vind dat wel een heel leuk effectje geven. En voor de rest is het ook echt een super dik stofje. Dus ja, dit is op zich best wel warm. Maar omdat het best wel kort en alles is, is het wel gewoon te doen. En wat ik zo leuk vind is dat het hier in het midden nog zo'n ruffel effectje heeft. Dus mijn zus dacht zelfs dat het een topje met een rokje was. Maar het is dus echt een jurkje. Heel erg leuk. En hoe leuk zijn de details van dit jurkje. Echt, ik ben hier zo blij mee. Dus dat is dit perfecte zomerjurkje. In het wit. Hij schijnt niet door. In ieder geval bij mij niet. Ik weet ook niet meer welke kleur ik eronder had. Qua ondergoed. Volgens mij gewoon wit. Maar het scheen in ieder geval niet door. Deze heb ik in een maatje 34. En daar ben ik wel heel blij mee. Want hij stretcht nog wel lekker mee. En 34 is echt perfect. Dus dat is dit jurkje. En dit jurkje die kost €55,95. Dan heb ik nog een item. En dit item is best wel heel erg groot en dik vooral. Dus ja, ik ga het gewoon laten zien. Ik vind hem wel echt prachtig. Niet normaal. Dit is echt een floor jurk. Dit is namelijk zo'n mega lange jurk. En hij is dus niet echt per se wit. Want ik heb nu een wit vestje aan. Het is meer een beetje off-white. Ja, een beetje beige off-white. In ieder geval een hele mooie lange jurk. Heel stevig. Dit is namelijk de bovenkant. Echt veel te schattig. Zo'n heel schattig. Ik weet niet, ik vind het ook een beetje een boers jurkje of zo. Ik hou er wel van. Ja, die mouwtjes zijn gewoon heel cute. Van die pofmouwtjes, lekker kort. Dan heeft hij hier. Oh, ik had laatst in de video gevraagd hoe je dit noemt. Iemand had het gezegd. Ik had er een paar comments van. Maar ik ben het weer vergeten. In ieder geval dit stofje, zoals je ziet. Aan de bovenkant. En dan loopt hij dus verder heel erg lang uit. Gewoon wat wijder. Ik vind deze zo mooi. Maar hij is zo warm en zo dik. Dus eigenlijk als het 20 graden is of zo, is dit echt perfect. 25 graden is echt te warm voor deze jurk. Er zit namelijk ook een onderjurk onder. Dus het schijnt allemaal niet door. Ja, je gaat het waarschijnlijk beter zien op de aanbeeld omdat het gewoon zo'n grote jurk is. Maar echt zo mooi. En dan sandaaltjes eronder, leuk tasje erbij, hoed op. En dan is het gewoon echt de perfecte vakantieoutfit. Deze heb ik in een maatje 34, ook heel blij mee. Hij valt namelijk best wel heel erg groot. En de bovenkant is zo stretchy ook gewoon heerlijk mee. Dus dat is gewoon een goede keuze geweest. En die jurk kost €60,65. Grapje, dat klopt niet. €60,95. Dan heb ik iets bij elkaar gezocht wat ik echt leuk vond als een setje. Ik zag het op de aanfoto's op de site en ik dacht echt, ja, dit is super leuk. Als allereerst namelijk dit blouseje. En dit is dus van zo'n linnen stofje. Ja, ik hou echt van linnen. Ik vind linnen echt een heel erg mooi stofje. Het komt heel mooi over ook gewoon. Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon heel erg mooi. Dus dat is deze blouse. Hij heeft dus een beetje. Ja, hij is een beetje lichtgeel beige. Dat heb ik in een maatje 36. Maar die had ze dan in het rokje. En dit is dus een bijpassend rokje. Namelijk deze.
Hoe leuk is dat als setje? Echt, ik vond het heel erg leuk eruit zien. En dan leuke sandalen eronder of zo. Of laarsjes. Deze rok heeft dus aan de onderkant wat van die ruffeltjes. En voor de rest is het ook weer zo'n linnen stofje. En aan de achterkant heeft hij dus een rits. Ik heb hem nu niet helemaal goed dicht. Nu wel. Dus ja, ik vond het echt een mega leuk setje zo bij elkaar. Ook voor in de zomer, in de avond of zo. Als het gewoon wat iets kouder is. Want ja, lange mouwen is best wel warm. En deze heb ik wel in een maatje 36. Had ik deze ook in een 36? Ja, beide in een 36. Want linnen, dat rekt gewoon echt niet mee. Dus ik dacht, ja, daar moet ik echt een 36 van. Dus daar ben ik ook wel blij mee dat ik een 36 heb gedaan. Dus dat is dit setje. Je kan het dus ook los van elkaar kopen. Maar ik vond het leuk als een setje. Even kijken, het rokje kost €44,95. En dat blouseje kost €49,95. Dan een item waarvan ik eigenlijk hoopte dat ik het zou gaan passen voor mijn verjaardag eigenlijk. Ik zag het al helemaal voor me. Ik dacht, ja, dit vind ik een leuk verjaardagsoutfitje. Maar hij is dus een beetje te groot. Waar ik eigenlijk wel een beetje bang voor was. Maar dit is dus echt een mooie pastelgele blazer jurk. Ik denk dat je het op de aanbeelden wat beter kan zien. Maar ja, het is gewoon een blazer eigenlijk met ook wat vulling in de mouwen. En voor de rest heeft hij dan hier aan de zijkant van die touwtjes die je kan aanstrikken. Hier zo ook. En dan heeft hij nog ja, knopen. Dat je hem zo dicht kan doen. Ik weet niet of het echt te zien is. Maar ik heb hem dus in een maatje 36 besteld. Maar hij is echt een beetje groot eigenlijk. Dus ik had beter 34 kunnen doen. Maar ik vind dat altijd een beetje tricky met blazerjurkjes. Omdat ik heb ook wel eens een 34 gehad van een blazerjurkje. En dat was dan eigenlijk weer echt te kort en te krap. Maar deze is eigenlijk weer te groot. Dus ja, beter had ik een 34 gedaan. Maar goed, ik kijk nog wel even of ik dit aan ga doen met mijn verjaardag. Ik vind het sowieso een hele mooie jurk. En de blazerjurk, die kost €82,95. Dan een item die ik dus laatst aan had gehad met het EK, met Nederland. Het was eigenlijk heel toevallig, want ik zag dit dus op de site, dit topje. En ik weet niet, ik had er helemaal geen associaties mee met dat oranje, met voetbal en zo. Ik vond het gewoon echt een heel mooi kleurtje. Ik moet zeggen dat ik hem op de site nog wat, ja, ik weet niet, minder fel? Ik weet niet, ik had hem gewoon net iets minder fel of zo verwacht, maar het is best wel echt neon oranje. Dus ja, ik vond het eigenlijk wel heel geschikt voor de voetbal. Maar het lijkt me dus ook wel echt mooi als je wat bruiner bent, dat je dan zo'n mooi fel topje aan hebt. Ik vond hem in ieder geval heel erg leuk zitten. Het is namelijk dus gewoon zo'n one shoulder top. Lekker kort, heel erg simpel. Maar wel hoog genoeg dat je BH gewoon eronder blijft. En niet dat je BH zo aan de zijkant hier zo uitsteekt. Dus het past er allemaal mooi in. Dus daar ben ik blij mee. En het zat ook wel gewoon strak zoals het hoort. Dus dat is dit oranje topje. Lekker in de voetbalsfeer. Ik heb deze in de maatje XS. Dus ja, dat is zeker ook de goede maat. Ik had hem niet groter moeten hebben. Dit topje kost €16,95. Dan als laatste heb ik nog een setje. Maar dit kun je ook weer los kopen van elkaar. Maar ja, het is eigenlijk officieel setje. Ik heb het ook al aangehad voor een foto voor Instagram. Maar ik vind hem echt heel erg mooi. Het is namelijk dit rokje. En ik heb dit setje in een maatje 36. Deze had ik eigenlijk ook in een 34 kunnen doen. Hij valt namelijk net iets te breed bij mij bovenaan. Dus het kan best wel snel naar beneden zakken, zeg maar. Maar hij is wel echt super mooi. Het is namelijk gewoon een zwart rokje. En dan heeft hij zo'n flap aan de voorkant. Ik weet niet of het een beetje op beeld te zien is, maar echt heel erg leuk. En daarbij hoort dus dit topje. Dit is het topje. Ik vind het echt een super leuk setje dus. Hij is namelijk gewoon best wel heel erg klopt, dit topje. Maar dan heeft hij wel hele wijde mouwen. Echt mega leuk als setje. Dus dat is dit setje. En die heb ik allebei dus in de maatje 36. Op zich had het rokje in een 34 gekund. Maar ja, het past op zich wel. Dus het kan wel gewoon. En per stuk kost het €44,95. Dus dat is dit. Dan was dit alweer de shoplog van Naked. Het was kort, maar krachtig. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je dus nog met 20% korting willen shoppen bij Naked, gebruik dan dus deze kortingscode. Ik zet de linkjes en de kortingscode in de beschrijving neer. Dus dan kun je dat even checken. En ja, dan zie ik jullie tot de volgende video weer. Doei doei!